Samo ga z enkim ferfo, samo ga z enkim on. Wait the bar. The man what wait. Even hier is verf. Dit is weer verf. Maar Bamberg. Welkom in mijn atelier. Dit is Tula in Bazjan, Carpata. Ken je ze? Mensen, deze mannen vechten voor, hebben gevochten voor vrijheid, slavernij, oorzaak. Bam! Wel opgepakt daarna en doodgemaakt, gemarteld en zo, maar weet je, you got love. Tula werkte voor de plantagebaas, meneer van Utrecht. Ja? Samen met andere 40 à 50 slaven hebben ze, gingen ze staan voor de landhuis en zeggen: wacht, luister, we hebben besloten, we werken niet meer. Hi, meneer van Utrecht, met alle respect, we werken niet meer, we werken niet meer. Hey, we werken niet meer, met alle respect, meneer van Utrecht, we werken niet meer. Het is afgelopen, meneer, het is afgelopen, meneer, het is afgelopen, meneer, het is afgelopen, meneer. Ja, dat moet ik al zien. Hey, we werken niet meer. Het is afgelopen, we willen onze vrijheid. Wanneer ga delegeren? Meneer van Utrecht, die sowieso is de baas, maar normaal, je zou zeggen, slaven krijgen pakslag als ze niet luisteren, maar 50 slaven pakslag geven. Ik ga iets zeggen. Hij wou wel wat zeggen, maar hij was bang. Het zijn 40 à 50 slaven die, het zijn gespierde kerels, weet je wel. Het zijn geen flekkie mama's, weet je wel, het zijn harde mensen. Bonta mi bas mas, pego mai quenti bota mi bas. Fiesta para Roman. Dangero, fiesta para Roman. Fiesta para Roman. Fiesta para Roman. Dangero. Hoe ga je dat doen? Dus die man zei tegen de slaven van, weet je, willen jullie jullie vrijheid? Dat bepaal ik niet. Jullie moeten naar Fort. En Fort is, ik weet niet hoeveel kilometer verder. Dus de slaven die gingen lopen van Bandabouw naar Fort. En in de tussentijd hebben ze heel veel slaven meer van andere plantages. Ze werden meer en meer, boven de 1000. Een beetje geschiedenis, in het kort, voor de mensen die niet houden van lezen en dit en dat. Ik vertel je, dan weet je het. Pater Schink ging met Tula praten over kijken wat gedaan kunnen worden om tot een overstemming te komen en een oorlog te voorkomen. Tula zei tegen hem, luister, zij hebben ons erg slecht behandeld. Wij willen niemand kwaad doen, maar wij willen vrijheid. Deed ik er fout aan om 22 broeders uit de gevangenis te bevrijden, waar ze ten onrechte in zaten? Hij vader, zelfs een dier krijgt een betere behandeling. Het zijn helden. Het zijn helden. Bazjan, Carpata hier, Tula. Ja, nog een dagje schilderen denk ik.
Dan zijn we zo. Dan zijn wij arriveerd. Oktober in hetzelfde jaar, 1795, werd Tula, Bazjan en Pedro Wacau publiek ter dood gebracht. Tula werd eerst terechtgesteld. En hoe ging dat? Ze hebben Tula met de ijzeren staaf alle botten in zijn lichaam gebroken, te beginnen bij de voeten. Daarna werd zijn gezicht verbrand. En uiteindelijk werd hij onthoofd. Bazjan Carpata, die gast daar, die werd gekruisigd. En moest zien hoe dit allemaal, hoe ze dat allemaal hebben gedaan met Tula. Daarna, uiteindelijk, hebben ze hetzelfde ook met Bazjan Carpata gedaan. Ja. Ongeveer 29 andere slaven werden opgehangen, ook erbij. De revolutie van 17 augustus werd herdacht als de start van een lange, moeilijke weg naar emancipatie van het volk. Dat wel.